Een jaar geleden werd Rob van Veenendaal dood aangetroffen in zijn huis in Nijmegen. Volgens de politie komt hij om bij een steekpartij. Rob was bekend in zijn wijk en hield van schilderen en beeldhouwen. Hij wilde zijn kunstwerken graag nog tonen aan publiek. Zijn familie en buurtgenoten maken dit nu mogelijk. Vooral ook omdat Rob bezig was met een volgende expositie. Het is daar jammer genoeg niet toe gekomen en daarom ben ik blij dat we dat nog kunnen doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een expositie waarin ook afscheid van hem nemen. Omdat wij een kleine kring afscheid van hem genomen hebben. Maar er ook nog veel mensen waren die met Rob aan het beeldhouwen waren hier in het hobbycentrum. Hij is een bekend gezicht in de buurt. 60 werken worden tentoongesteld. Rob van Veenendaal kwam tragisch aan zijn eind in zijn huis in Nijmegen. En dat gebeurde augustus vorig jaar. Volgens justitie was hij door messteken om het leven gekomen. Ja, dat was een onbeschrijfelijke schok. Dat is niet iets waar je rekening mee houdt dat je dat ooit hoort in je leven van iemand die naast de familie is. Ja, dat was gewoon verschrikkelijk. En ik hoop ook dat hij achteraf toch de waardering krijgt die hij misschien in zijn leven soms wel eens gemist heeft. En het is heel dubbel en het is mooi en ook verdrietig om dit nog te kunnen doen. Een schilder of kunstenaar maakt vaak ook een zelfportret. En dit is die van hem. Het is overduidelijk dat hier wel een bepaalde boodschap achter zit. Dit is wel typisch Rob. Met heel veel op kleine oppervlakten. Ja. En dit is een schilderij en hij vond heel veel dingen op straat. En dat verwerkte hij dan ook in zijn schilderij. Mooie herinnering aan hem, ja. Voor de dood van Rob werd destijds een 58-jarige man aangehouden. De rechtszaak gaat volgende week van start.